Hoe krijgen we de capaciteit, mankracht en ook de structurele financiering om die ontherdingsgolf te laten op voldoende schaal kruissnelheid komen? We hebben in totaal in al die vijf projecten is er 3400 vierkante meter onthard. En we hebben eigenlijk ook een hoop tijd gestoken net in het ontwikkelen van de methodiek en die coalitievorming. Die coalitievorming is grotendeels gefinancierd door het departement Omgeving. En dan ook nog een aanzienlijk stuk door de stad en het regionaal landschap zelf. En de projecten zelf zijn bijna voor de helft eigenlijk ook gefinancierd door de partner zelf. Dus door de gemeente, door de twee scholen, door het bedrijf. Wat kost nu zoiets ontharden op deze manier? Als je die wat begint te vergelijken en je zou dat willen uitrollen, ja, dan heb je eigenlijk voor een aannemer ongeveer 100 euro de vierkante meter nodig. En heb je voor die participatie ongeveer 15 euro de vierkante meter nodig voor het ontwerp, nog eens een keer 15 vierkante meter. En je hebt een stuk overhead nodig. Natuurlijk niet zoveel overhead dan die gele blokjes van boven, die eigenlijk staan voor heel het ontwikkelen van zo'n coalitievormend systeem. Maar finaal, ja, heb je toch nog altijd een redelijk wat centen nodig. Dus basisschool Terlinde in Schoten, een school die dat al van de jaren 70 daar staat. Dus dat was gewoon een klassieke speelplaats, allemaal dals. En wij botsen daar de laatste jaren op wel wat problemen. Het was één grote vlakte waar eigenlijk de kinderen samen speelden, maar verschillende spelvormen. Er waren er die aan het voetballen waren, anderen basketten, dan geen tikkertje erdoor. Dus dat zorgde letterlijk en figuurlijk al wel eens voor botsingen, hè? Dus voor conflicten op de speelplaats. Dus dat was enerzijds wel een bezorgdheid. Dan anderzijds, ja, bij regenval, er was een lange goot op de speelplaats, maar onze speelplaats stond dan tot de helft eigenlijk blank. En dat duurde niet alleen de periode dat het regende, maar ook nog een dag nadien en soms zelfs tot twee dagen nadien, dat eigenlijk de helft van de speelplaats onbespeelbaar was. Dus dat waren wel twee dingen waar we wel mee zaten. En dan zijn we in contact gekomen eigenlijk met het project van Groenrand. En daar zagen we wel een kans om daar verandering in te brengen voor die speelplaats dan. Ook omdat wij op dat moment al wel met het schoolteam bezig waren om meer buiten les te geven. Dus we zagen ook wel de educatieve waarde die dat daar aanhangt. Maar natuurlijk, in het onderwijs zijn altijd de middelen beperkt. De financiële middelen zijn eerder beperkt. Dus we waren er misschien zelf al wel over aan het nadenken van ja, hier moet een verandering komen. Maar door dat project van Groenrand is dat wel in een stroomversnelling gekomen. Ja. Dus vooral het financiële aspect, ja. Dus het feit van, je zit wel met gedachten en dromen, als het ware. En ook het uitvoerende, hè? Want ja, er komt wel heel wat bekijken. Er heeft het regionaal landschap een heel groot deel ook van op zich genomen. Vlaanderen breekt uit, er zijn x aantal projecten, jij zult wel weten hoeveel. Hoe kijk je dan naar het verhaal van de financiering en hoe kan zo'n volgende onthardingsgolf, wat moet daarvoor gebeuren volgens u? Of wat zijn jullie plannen? Ja, ja, hoe we momenteel eigenlijk altijd hebben gewerkt is op basis van ad hoc middelen die vrijkwamen van het Klimaatfonds bijvoorbeeld. Dat we een projectoproep hebben uitgewerkt naar onthardingsprojecten. Maar dat zijn eigenlijk altijd ad hoc middelen die worden vrijgemaakt. En dat is natuurlijk geen structurele manier om Vlaanderen te gaan ontharden. De 6 hectare per dag die erbij komt, is vele malen sneller dan wat we effectief ontharden met alles wat er binnen Vlaanderen breekt uit gebeurt. Dus hebben we wel een soort van nood aan een structurele financiering van ontharding of andere manieren om die ontharding te gaan realiseren. Ja, wij hebben eigenlijk, de Antwerp heeft bij ons eigenlijk heel het schooldomein aan Antwerp voor gemaakt. Maar wij hebben nu in de eerste fase, met de subsidies die we hadden en het geld dat we zelf hebben ingebracht, hebben we eigenlijk maar de eerste fase kunnen doen. En dat is de speelplaats van de lagere school. Wat ligt er nog te wachten? Dat is eigenlijk de voortuin, waar dat beperkt die middelen is, dus dat gaat sneller nog wel kunnen. Maar de kleuterspeelplaats zat ook mee in het ontwerp. Ja, en daar blijven we nu een beetje op onze honger zitten natuurlijk. Want zoals ik er juist al heb gezegd, die financiële middelen in het onderwijs, dat is ook prioriteit te stellen. Dus
Er zijn natuurlijk wel, we hebben daar partners met de ouderverenigingen, wordt er heel veel gedaan. Dus die zijn zeker ook wel mee, die willen ook wel mee zich inzetten voor die volgende golf dan op onze school om aan ontwarding te doen. Maar dat heeft een aantal jaren nodig om daar terug een spaarpotje aan te leggen, om daar dan mee verder te kunnen. Hè. Ja, en zeker in het geval van scholen, als ik kijk naar de andere projecten die dat we hebben gesubsidieerd, dan is het heel vaak afhankelijk van de directie of de leerkrachten die dat zelf een heel belangrijke rol opnemen en dan vaak na de uren nog veel tijd erin steken om onthoudingsprojecten te realiseren. En daarbij kunnen organisaties zoals het regionaal landschap zeker ook wel helpen. Bij de tweede generatie proeftuinen was er bijvoorbeeld een aantal projecten waarbij dat er verschillende scholen samen worden aangepakt, waarbij het regionaal landschap een belangrijke rol speelt om mee het ontwerp te gaan opmaken voor die speelplaatsen. Wat een last kan verlichten voor scholen in het algemeen. We zouden kunnen gaan werken naar een onthardingsfonds waarbij dat er middelen structureler worden ingezet om Vlaanderen te gaan ontharden. Eventueel bijvoorbeeld via stedenbouwkundige last die wordt opgelegd bij concrete verhardingsprojecten. Dat dan een deel van die kosten worden afgeroomd en kunnen gebruikt en ingezet worden om op andere locaties, bijvoorbeeld binnen de gemeente, te gaan ontharden. Maar het moet misschien ook niet altijd iets financieel zijn. Hè. Er is recent de tegelwip, het is het Vlaams kampioenschap tegelwippen. Waar we dat er dus gemeentes tegen elkaar om het meeste tegels kunnen gaan uitwippen. En ook daar kan je als lokaal bestuur bijvoorbeeld iets van hulp aanbieden aan uw bewoners. Door bijvoorbeeld containers te voorzien waar dat de bewoners die hun voortuinen gaan uitbreken hun tegels in kwijt kunnen. Wat al een last minder is voor de bewoner om te gaan ontharden. Ik denk dat wij in Vlaanderen op een berg geld zitten in het bos-compensatiefonds. Gemeente Schoten is een groene gemeente, maar wij hebben het enorm moeilijk om openbaar domein te vinden waar we kunnen aanplanten. Ook in de verstedelijkte omgeving, de nutsleidingen die verhinderen ons om kwaliteitsvolle bomen aan te planten. Maar ik denk dat altijd de bedoeling is die ontharding te doen om vergroening ook te doen. Dus waarom gaan we, ik zeg het, volgens mij zijn er heel wat financiële middelen te tanken uit dat boscompensatiefonds om al eens eerst die stap te zetten om te gaan ontharden. En dan denk ik dat we hoe dan ook al in die versnelling gaan komen. Maar ik zeg het u, je hebt ideeën, je hebt beleid, je hebt financiering en er zijn nog heel wat stappen te nemen. En naar participatie. We hebben heel wat straatprojecten, rioleringsprojecten, waar we dan de combinatie doen om bepaalde vierkante meters te gaan ontharden. Als je in een participatietraject gaat, dan kom je echt wel tegen. Hè? Want we moeten dikwijls kiezen om bomen weg te halen en kwaliteitsvolle andere bomen te zetten. Laat je daar een straatdemocratie effectief zijn werk doen. Dan zult je nog moeten werken om die bomen effectief terug in het openbaar domein te krijgen. Ik denk als wij als school met onze kinderen daar al, ja, wat, wij hebben ook uitgelegd waarom dat wij dat gedaan hebben. Hè. Vandaar, dat zijn al kleine olievlekjes en dat worden ook later volwassenen. En dan is dat te hopen dat dat een grote olievlek kan worden. Hè. Dat dat zo toch meer bewustzijn bij de mensen kan komen. Wij hebben bij ouders ook wel wat weerstand gehad van oei, al dat gras en slijk en ze komen vuil naar huis. Ja, het zijn kinderen. Maar als ik nieuwe mensen een rondleiding geef op school, die zijn allemaal, en als ik dat vertel over die, zeggen die, ah ja, want dat is nodig. En zo proberen wij al kleine zaadjes te planten. En ik denk dat dat bij iedereen dat al zoiets gedaan heeft, dat er overal wel klein, en dat, daar zal nog wel wat tijd moeten overgaan voordat dat een groter draagvlak gaat krijgen, denk ik. Er komt eigenlijk toch wel een beetje een verhaal van, hè, dus met het kleine stapje per stapje. Hè, jullie hebben een groot plan, maar ook stapje per stapje realiseren. Ik geef aan u de suggestie mee. Hè, dus er is genoeg geld, hoor ik u zeggen. Moet alleen misschien wat breder ingezet kunnen worden. Ik weet niet of je daar nog een laatste slotbemerking op wou geven. Ja, ik kan daar natuurlijk niet zelf over beslissen waar het geld naartoe gaat, maar ik zal het zeker doorgeven aan de minister.